Knaapje, jongen. De knaap is echt ergens in de... Dan moet hij staan, ja. De snipers moeten even kleren, man. Waar zit hij? Ik zie er één. Oh, daar die rot, die rot. Keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot. Oh ja, lekker, die was ook volgens mij. Wauw, welke rot, jongen. Ik heb me wel van afgeschoten. Jongen, zit hier beneden, jongen. Oh ja, beneden ook, hè. Alcatraz, Alcatraz, die is echt wel, hè. Au, au, au. Ja, echt op die berg, jongen. Zeg, joh. Ik zeg jou wallah in de naam van Allah, jongen. Je hebt een shotgun uit mijn buurt. Rijdt die bounty nou een paard? Oh, mijn paard komt mee. Stay there. Stay the fuck there, Charlie. Stay. Sommige enemies die ik heb geschoten zijn gewoon een glitch, die leven nog. Dat ze gewoon drie keer in de slag halen, schiet je. Ja, ik zie het. Hey, wie heeft die in de target? Ik heb weer gesnijd, man. Good, Damien is now. Ik heb drie kwart. Jurgen Pagayan? Op half. Ik ben bang, man. Ik zie boy dat bij, Dat is mijn brother, man. Ah, rennen! Smartjes! Hij staat niet snel op! Paw Patrol, Paw Patrol, pop die potions, pop die health potion level 2, joh. Health potion level 2. Ik ga wel naar die bounty hier beneden. Ik doe health potion level 3, ook goed, Jorin? Helemaal prima, alles wat werkt. Ik heb iemand een paard voor jullie pakken, ik heb nog een bounty target. Ik heb mijn paardje gebeld. Ik weet niet waar je bent, maar beneden links. Nee, beneden. Beneden. Ik kom naar boven nu. Maar je moet wel even cover in fire. Mijn paardje komt eraan, mijn paardje is er. Mijn paardje is er. Ik zeg voilà. Hé, hey, snel, geef me cover in fire. Waar ben je, man? Waar is die, man? Naast je, Damien. Pak hem dan. Dankjewel. Nou, waar is de paardje, man? Hier. Blijf staan, dom beest. Blijf, domme kuthond. Oké, okay, nou, nog één bounty target en dan zijn we. I found the detonator. Stay, man, stay. And it's definitely live. Zit hier in het huis? Ja, die zit boven in het huis, Nika. Sadly, I'm locked out. Fuck. We don't have a chance without Bagley. Wait, I might know a workaround. We trained in manual overrides at MI5. For shots, name deze guy, ja. Jongens, crisis, de paard, ja. Dan blijft hij in het huis zitten of zit hij in de nee, hij zit in het huis. Oké, dan ga ik er vast nog in. Dat is een boys, oppassen. Ik neem vast een helft van Nick. Ik wil moe zijn, hè. Oh, daar loopt iemand achter hem. Denk ik geraakt. Ja, kom jij maar naar beneden, anders krijg ik het zo. Fuck, jongen, kijk. Zag je Damien? Dalton, we've got some heat here at HQ. Die guy moet even normaal doen, hè? Scepter! Alright, everyone! Faces on, guns out! It's about to get real. Kan, Jorin, kan je een paard even hier naartoe laten komen? Oh, er komen nog meer troepen aan, ja. Niks van jou, Wally. Kom eens, Wally, val eens met je. Ja, hij komt eraan, Nika. Hij is onderweg, ik zag hem net langs me heen open. What the fuck? Hij rent in Nika door, jongen. Let's just say I'm both impressed and annoyed by how sophisticated this anti-tamper security is. Still working? Bagley, tell me. Probleem wordt nu, boys. I'm through security. Now wading through terabytes of decoy code. Deze gaan we niet zo snel mogelijk daar naartoe gaan. Dan wachten we daar gewoon. En hou je gun gereed, want we komen achter nog aan. Kom hier, pak die explosive bullets. Ja, dat doe ik. Ja, hier staat handig, man. Uit. Repeaten met explosive bullets. Die bounty wagon is kouder light, jongen. Ja, die hebben we nodig, man. Ik kan hem denk ik kopen.
Ik ben level... Ja, ik heb 10 punten. Als ik nog 10 goalbar heb, dan kan ik... ga ik ook een bounty in. Problem, Dalton. I need your physical appendages now. Ja, je hebt die woord bij je. What's wrong? Ik ben bang, man. Ik was allemaal schieten. Sneller, sneller, sneller. Sneller, Horstie. Sneller, 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 sneller. Als de wind. Als de wind. Als de wind. Als de wind, paasje. Als de wind. Als de wind. Als de Turks hoor reizen, joh. Ik ben als precies uitlaan, joh. Je moet zelf dus... Oh, boys, ze komen eraan. See? That wasn't so bad, was it? Moeten we nog wel even wachten? Ja, tuurlijk. Toch? Ah, ik kan geen timer zien. Hé, hey, ze is eraf bij mij! Die is dood. Oké, dat is helemaal kut. Hij zit, ja, dat is zo jammer. We hadden 3 levende. Hoe is hij daar af gegaan? Hebben we geslagen, Damien? Nee, ik heb 1 keer geslagen toen hij een rondje zag, was het gemaakt. Ik ben het best. Dit was raar. Maar ik had hem toch gehad tijd? Ja. En ik heb hem 1 keer op zijn bek geslagen. En dat was iets voordat we hier waren. Misschien is hij er daardoor afgevallen. Sabine, what's going on? Oh yeah, Sabine raided. It's a bloodbath. Her protocol is to wipe everything. Have you any timer on, Damien? Oh, no. I need him for the transmitter. Explosive bullets here in the last hit. If they get him, they get everything. Names, ops, maar locations. Weet je dan hoe lang je moet wachten? Ja, dat weet ik dus ook niet. Okay, I'll do it the old-fashioned way. Why? Ik denk dat niet heel veel uitmaakt. Nou, gisteren wachten we niet en toen kreeg heel weinig. Oh, nu krijg ik een explosie. Ja, ik weet niet hoe, want ik leef van mezelf niet in. Ja, dan niet. Ja, maar dat is in de gele cirkel. De vorige keer stond er ook zo van dat die ene target van mij gelost was, terwijl hij nog achter op het paard zat. Ja, maar daar kon je zo niet meer op tijd van inleveren. Hmm. Ik denk dat ik zo'n bandelier halen. Ja, en zullen we gewoon inleveren? Goed. Oké. Bingo. Doe de body out there voor de PO. Well, no. Dalton Wolf. I'm impressed. The nigger's there. Mooie blauwe lucht. 5 bokjes. And the horizon. Fuck are you? That's me. Fuck are you? Save London. I'm afraid that's not going to happen. Yeah. You're here to help us with some important work. Important work. Killing thousands of people. Exactly. Dat is gelijk een strange machine toen ik dit echt op you do know Londoners have died before. The plague, the great fire, the blitz. It's not much fun. But destruction is always the cure. And it begins today. 0 day. 102 euro. Ik kan niet zeggen dat het slecht is. Nee, ik kwam money niet. Maar ik kreeg 0,24 gold bars. Ja, daarom. Maar Nika, wat zijn nou kruisjes naar links? En dan camp en properties. Ja, dan moonshine check. Begin de moonshiner roll to unlock this property. Wat moet ik dan doen? Ah, je hebt nog niet tegen die mevrouw gepraat, denk ik. Authorities are asking residents to remain in their homes as the situation continues to develop. Ja. Ja, kan je niet verstaan, wat zeg je? Leef ik eventjes jouw ding doen. Wat dan?
Kan Sam dat niet een keer doen? Nee, want die heeft een bed. Oh ja, tuurlijk. Doe dan, je hebt een keer nog. Nee, dan zeg je dat naakt. Ja, ik ben het terug. Artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning to would-be insurgents. Yeah. Record profits due to increased efficiencies in production and distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. Take a dive. Illegal gambling, drug trafficking and prostitution all down following prosecutions of the leaders of four of London's five largest criminal syndicates. The streets of Camden, Brixton. Ren, Marty. Ren. As Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Curfews and travel restrictions have been lifted. Hey, what dat is niet apart zo, wat doet deze man, jongen? Deze man, jongen, wat denkt deze man, jongen? Deze man, ik zou mijn paard willen zitten. Doos, maar niet met jou. Ja, geraad, jongen, de paard ging even op je afstormen, jongen, dat is een stormram, jongen. Daarna pakte ik hem bij je nek, jongen, je moet niet zomaar met paard zitten, jongen. Wie ben jij, jongen, wie ben jij? Paardenchauffeur, jongen. Ik moet even weten tegen wie ik moet praten, jongen. Voor die moonshine en business. Ja, niet tegen mij, dat weet ik wel, anders sla je tanden eruit, jongen. Gekke man. Je moet tegen die vrouw praten van de Engelbert Humperdinck. Wie? Van de Dutch Engelbert Humperdinck. Die mist is nog wat, hè? Je weet toch wel wie de Dutch Engelbert Humperdinck is? Nee, hè. Dat is René Leblanc. Oh. Maar wie is dat fucking papegaaien gekregen, jongen? Niet bij mij. Ik ben zo terug. Oh ja, Damien, 25 goods. 25 goods? Hey, production, yeah. Halted. Wow, XP, XP. Hakker, hallo man. Ah, nu moet ik praten voor die man, je moet zijn business. Tegen Margaret, ja, ik zeg het je. Tegen Margaret, Damien. Emerald Ranch, wat is dat? Bij Ansburg en Canada. Oh, alle bandleiders zijn afgeprijsd. Hoor je dat nou? Dat is lelijk. Nico, hoor je dat? Hoe vaak moet ik zeggen hoe het heet? Ja, ik weet het vergeten. Moonshine, hoor. Ja, voor de moonshine dingen. Het is gewoon zo'n... Het logo van de moonshine en dan... Wat dat? Ik overgeef, nee. Maar ik zie dat ding niet. Vrouwen blind, omdat je niet weet waar je van moet kijken. Ja, man, ook, nachtblinde fucking Vlaamse redden, jongen. Ja. Oh, Sheriff Freeman heeft een missie voor mij. Jullie, als je daar feedback al, wat zijn jullie zijn? Mag openen? Ja, dat Rijntje en dan zie je dat zo geel. Dat is zeker gewoon. Emerald Ranch, maar ik weet wel niet waar dat Emerald Ranch is. Bij New Hanover onder de N. Emerald... Ja, ik zie het, ja. Naar Emerald Ranch. Nee, naar die fucking cutscene, daar zit toch een geel cirkeltje. Nee, maar hij zit, hier zit geen geel cirkeltje. Hey, oh, Vlaams zeiden. Nou, dan weet ik ook niet hoe dat. Nou, weet je niet wat ik daarvoor moet doen of zult wel dat krijgen? Ja. Crypto King. Go underground.
die cutscene kijken. Ja, maar waardoor ik dat gele cirkeltje krijg, dat ik die cutscene kan bekijken. En ze sowieso al. Nou, die staat er bij mij echt niet, pik. Ja, dat kan ik niet helpen, dat weet ik niet meer doen. Waarom zie ik mijn treasure map niet meer tussen staan? Die heb ik dan niet meer, het enige wat ik daar zie is de fucking fans. Verder is daar niks. Jim, mute dat koude, doe eens je oortjes in. Ja, maar ik hoef dat koude gekrijs van die hoerenbaby niet te horen. Kom, hou je mond dicht. Hier, doe deze maar even erin. Kijk, doe deze maar even in. Ja, want ik ben helemaal kamer naar gekrijs van die hoerenbaby. En al de rijst mijn zak, jongen. Waar is jij dan helemaal? Nee, daar zit, maar ik doe een delivery. Mijn god, weet je waar die erin is? Delivery? Ja, man, voor mijn business. Jurgen is overal en nergens. Je hebt een business poppen? Ja. Ik heb wel het gevoel dat ik door bandiet aangevallen ga worden, maar maakt niet uit. Ik ben tripled to death. What the fuck? Oh, dat bandelier ding heb ik gekocht, ja, maar dat ziet er echt niet uit boven mijn jas. Waar moet ik helemaal naartoe? Mikai. Ik moet helemaal naar de ranch. What the fuck is dit? Glad to see you're alive. If you're still committed to the cause, DedSec needs you. I'll send you the coordinates to our last safe house. Meet me there. Fine. Maar dat mij afkomt, hè. Ik krijg de 9mm klik klak. Ik heb wel het gevoel dat echt een player mij gaat nakken, hoor. Ja? Ja, ik weet niet waarom. Ik heb gewoon dat gevoel in mijn rechter teelbal. Daarom natuurlijk die pijn in mijn rechter teelbal, jongen. Dat is een god die mij waarschuwt. Hoe was bij je tandarts en Jeroen? Ja, nee, ik had een of andere rare Rus. Boga, jongen. Dat is een of andere Chinees die de helft van mijn lengte was, jongen. Soms kon ik ze niet verstaan, toen zei ik, ja sorry, wat zei je? En ik vond het best wel kut, want dan, ja. Ik zei PPL'tje. Wat? PPL? Nee, weet ik niet, man, wat is. Prima pijp, denk ik. Ja. Ja. Ja? Ja, man, ja. Nou, we zijn in Emerald Ranch, maar ik zie helemaal niks hier. Behalve die fucking store. I've downloaded a patch to your optics so you can access our security system. It's set up so that I can't just let someone who isn't DedSec in. You will have to do the manual override. Smart move having redundant systems like that. Can't trust anyone, right? I'll see you downstairs later then. Gold pocket watch, 7 euro. This is what you wanted, mate. Get to it. Maar er is hier niks. Helemaal niks. Helemaal sloes. Als je op de map kijkt, zie je dat ook niet echt anders. Heel cirkeltje. Ja, ik zie wel gele cirkeltjes met zo'n, ja, zo'n hangdingetje, weet je wel, zo'n weegschaaltje erin. Ja, dat zijn story missies. Dat zijn die story missies. En voor de rest zie ik nergens op de fucking map. Gedeelde afspeellijst met de boys. En anders zie ik, nee, ik zie dat niet. Ik snap hier niks van. PlayStation 4. Hoezo laat het mij nou weer niet eens kopen wat ik wil kopen? Sta bij de hemel op de stoep, is nu aan. Nice. No DedSec registration no, detected. Identify yourself or I'll seal the exit, hack your optic and read you every drunken email you ever got. Daar kan wel plekjes staan.
haar gewoon neuken. Ja, hij is goeie. Nee. Waarom niet? Dat zijn we niet van zijn nummer van de week. Of is het nummer wel leuk, man? Lekker hardcore hardstyle, weet ik wel wat. Can the moonshiner roll to unlock this property? Ja, 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 dus je moet ermee beginnen voordat je de ding... Ja, maar waar moet ik dan mee beginnen? Sorry dat ik zoveel vragen stel, maar ik snap het gewoon niet. Ja, je moet het ergens kunnen kopen, S. Heb je geen brief gekregen of zo van die vrouw? Welke vrouw? Ja, dan moet dat dan ik weet het niet. Allemaal niet, hè, jij. Ah, ja, maar hoe kan ik niet meer in op passie, John? Je kan er niet in, omdat dat ik een missie aan doen ben. Oh, vandaar. Kijk, Jurre, je zegt wel die vrouw, maar welke vrouw heb je het over? Die mevrouw Alcazar of wat? Ik weet niet hoe ze heet. Niet Alcazar, denk ik. Ik weet niet hoe ze heet. Ik ga gaan kijken. Want ik heb dat zelf ook niet, dus ik weet zelf vrij weinig van. Collect the list. Nee, ik heb niks, geen brieven of zo. Dan helaas kan ik je ook niet overhouden. I'm reconnected to the network, downloading our database, news archives and... Oh no. Terrorist group DedSec responsible for deadly bombings in London. Dat was een van mijn enigste redelijke doordachte ideeën. Ja, en je kan ook een daily challenge aanwonden, dat is ziek makkelijk. Maar ik krijg er nog 0,15 van. It was really behind the bombings then. 0,15. Ja man. Well, let's be honest, after I disarmed the bomb at Parliament, I'm missing information about what happened after I was taken offline. But from what I can infer, an unknown hacker might identify only as the distant hoe was involved. Allemaal mensen op een trein. Kut. Ik heb het gevoel dat ze voor mij komen. Weet je waarom? Omdat nu ook dat ene liedje opkomt van als iemand zeg maar zo'n gekke shit gebeurt. Ah nee man, no man. Sneller paard, sneller. Patching in Sabine Brent now. I suggest you listen very closely to anything she has to say. There you are. I'm glad you made it. God, it's good to hear your demented little voice. Is your memory intact? Not even slightly. The last record I had was about a communication thing with her. I spoke to her. Cutscene ended. I had 12 gold bars at the time. When the cutscene ended, but the HQ was attacked by some men in black. The same that were at Parliament. Maybe working together. So the first thing I did was, is I went to what's this little new tab, the benefits tab. Went there and clicked on the moonshining tab on this list. Then it says here, press X to become a moonshiner. If you press X to become a moonshiner, it'll load you into a brand new lobby, and you're in the same boat. So I was up there for half an hour trying to do it. I thought you had to buy the outlaw pass to become a moonshiner. That's incorrect. I thought you had to, like, try and... find a way about of getting a letter from guessing your bag, if I join up, that kind of attention extends to me, right? All you have to do to make sure you have a minimum of 25 gold risky. Bars in listen, your if anyone knows anything about risks, it's me. I lost everything and everyone. Is close but it comes catalog. Down to this. All you're going to have to do then is London press is in back a death on the back button on the D-pad. And if DedSec can't pull it out, D-pad, sorry, to open no up this little free-roam tab menu thing here. City and you want to find the camp and properties. And it starts with you. Press on that. And then, as you see, it says camp on Moonshine Shack. Press on that. Oh, sorry, I'm here. Choose your shack's so location. And you can let's choose get to it. How excellent. Your new shack is going to be located registered. And whereabouts welcome it is. All 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. All 6 locations have got 25 gold bar starting price. Doesn't matter where you want it, you can have it in the bayou. Now, it would be irresponsible of us to release you naked and mewing into the wild. You can have it wherever you'll find you equipment around I'm the safe house that are essential items in your DedSec kit. Ja, hij zei je minimaal 22 dingen, of 25 dingen moet hebben. Nee, ja, dat met is een andere huis. Dit is fucking auto studio of zo'n kijk. En dit is letterlijk wat ik hem net heb gezegd. Ja, weet ik. Ik snap dat het afgeprijsd is, Nika, maar als ik het niet kan vinden en het staat nergens op de map... Ja, maar dat heb ik net nog tegen jou gezegd toen je dan moet komen. Dit, wat die letterlijk uitleg, heb ik net nog gezegd. Ja, dat snap ik, maar, ja, maar Nika... Ik weet je moet vinden. Laat me zitten, jongen. Ik kan het toch niet vinden? Ik kan het niet aanklikken. Er staat dan camp en daaronder staat Moonshine Shack. Er staat dan... Begin the Moonshiner roll to unlock this property. Maar ik kan dat niet selecteren. Moonshine of Trader roll?
Moonshiner. Begin the Moonshiner roll to unlock this property. Ja. Je kan pas de Moonshiner roll beginnen. Die cutscene even kijken. En die cutscene kan je alleen krijgen als je trader level 5 hebt of een trader in business hebt. Ja, ja, maar jij zegt die kan 5 gold kopen. Oh ja, die 5 gold bar, dat is een ook, ja. Ja, en ja, waar kan ik dat betalen dan? Als je naar rolls gaat, en dan naar rolls, progress, dan naar rolls. Wacht even. Progress. Ja. En dan rolls. Ja. Ja. Dan staat er een Moonshiner roll. En die kan je dan unlocken voor 15 dollars. Ja, maar revolvers erbij. Voor 5 bedoel je toch? 5, ja, oké, dat moet ik, daar moet ik, die moet ik dus doen. Ja. Oké. Nou, die heb ik gekocht. En dan moet ik hem kunnen halen. Is goed zo, ja. Ja, we gaan wel half toe. Ja, dan moet hij maar niet doodgaan. Ja, nu staat hij er wel, Nikai. Dankjewel, Misha. Let's go, let's go. Het Weet is je nog dat geluk. Je vanmiddag zei dat het niet zo was, Damien? Wat? Dat het niet zo was, dat je dat niet hoefde te doen, zei jij vanmiddag volgens mij. Ik? Of dat was iemand anders, kan ook. Nee. Was het waarschijnlijk iemand anders? Nee. What a skill. Oh man. Laat maar die video's even zien, heel gauw. Heb upscase, upscreen, nee. Viso hoe. Wie is dat? James Langton heeft missie voor mij. Ah, is goed James Langton. Ik ga jouw missie doen met volle kracht en macht. Laat me even dingen joinen, man. Wat? Ja, wapen. You've got all these fancy new toys, but it's also important to know the basics. You need to learn how to throw a punch and how to take one. Albion will escalate if you come at them with a gun and shoot you down. We want to avoid collateral damage. In Dead Set, we try to use guns only as a last resort. Eigenlijk moet ik eerst mijn business resupply, maar daar heb ik nu eventjes niet zoveel zin in. Ik wil eerst even die 15 gold bar hebben. Wat mij denk ik vandaag niet meer gaat lukken, maar we zien morgen. Morgen heb ik echt goede mentaliteit, dus dan ga ik gewoon meteen erop in, jongen. Nou, ga ik lekker zitten bezig met mijn moonshine business. Ik wil een roleplay doen. Kunnen we morgen doen? Afterglow. Ik kan zitten erin. Ja. Allee, dan start ik de missie, ja? Accept. Paid killing. Oh, dit is weer die paid killing. Oh, dat vind ik leuk. Ja, dat is wel grappig. Wacht, ik stap even van mijn paard af. Ik moet even mijn fucking repeater schoonmaken, want dat is... Thank God, it's Christmas. Waarom zit fucking thank God it's Christmas van... Van mezelf playa. Vamos a la playa. Playa. Oh. Ah, dit is Leon's homo-versie. Hoe Leon's homo-versie? Ik weet niet, dit vind ik niet leuk. Ik moet nu kijken waar ik hem wil kopen. Wat is een goed gebied, Nico? Wat hij zei, die Highlands. Hem... Wij op de vlakte. Doe verdomme niet de Heartlands. Dat zit midden in een bos. Ik heb hem in de desert, maar... Hoe heet hij in de desert dan? De Hennington... Henningenstad? Henningen. Ja, oké, dan haal ik die daar ook. Hennen. Dan heb ik hem gekocht. Ik heb nog bijna 3 goldbar. Oh, dat is nog best veel. Wat zei Damien? Ik heb nu nog 3 goldbar over. Ja, dat is inderdaad best veel. Ik ga zo weer redden komen, denk ik. Hoe laat spreekt we morgenochtend eigenlijk af? We zien wel. Ben je er al? Jezus. Hoe ver is die James Langton nog niet, joh? Relatief ver. Oké, en nu moet ik weten... Wow! Wat
Ik neem aan dat ik nu naar mijn moonshine business moet, of niet? Ja, lijkt me wel. Oh, dat is ook een outlaw camp hier, man. Nice, dan kunnen we er gelijk achteraan in, man. Ah, hoe ver is die guy? Die outlaw camp kan ik zien, ik zie die smoke op me afvallen, maar ik weet niet waar die... If you cry the cat, go to second. Oh, yeah, and I can only do it. Kun jij eigenlijk travelen meteen naar je business? Ja. Oké, nice. Best travel. Haha, ik vind het mooi, ja. Ik zit gewoon een beetje op de kloof, een beetje net, ja. Moeten er nog drie. Gaan we de laatste sacrificen? Ja, ja. Right, gear in order. Oh, no enough not to punch yourself in the face or get shot for pulling out a gun too early. Brilliant. I'm working out how we find Zero to ruin their day, but I need someone with actual legs to do the legwork. Hope you're ready. We have some damage control to do if we want to change the perception that we're a bunch of violent thugs. I'll let you be the judge of how best to handle yourself, but remember, you. Ik voel me nu wel een beetje als zo'n special soldaat. Ja, enter yo. Oké, Machi. En nu is het Koek. Oh ja, ik zie het daar. Oh ja, dat is een keer de Koek. Die is wel grappig. Die heb ik ook met Misha gedaan. Oh ja, ik denk dat ik eerst die equipment moet halen ofzo, toch? Ja, één zaken kan ik gewoon net petten. Ik denk dat we handig kunnen echt veel equipment hebben. Ja, volgens mij, ja, er zijn er twee bij mij. Oké, zou ik deze dan hoog draaien? Ja, doe maar. Hoe de fuck kom ik hier? Oh, jezus. Oh, waar is dat voor stamina? Je neemt dit ding. Maggie! Maggie! Vieze woe! If we want to throw a spanner at this, you game. Sabine, this is going as an eight, yeah. He's bang, huh? Let's get the people of London on board. He's bang.